Wat is up, dames en heren? Tijd voor een nieuwe video. En ik weet, deze is een beetje overdue, want eigenlijk kwam deze Next Gen patch al uit op 15 maart. Maar ik had er simpelweg geen tijd voor. Toch, als Marvel fan, zeker wanneer ik nu weer echt diep in Falcon en The Winter Soldier zit, had ik zoiets van, ik moet deze Next Gen patch toch heel even gaan behandelen. We spelen de game op Xbox Series X. Wat ik zei, hij heeft een Next Gen patch gekregen. En dat zorgt ervoor dat de performance echt flink omhoog is gegaan. We hebben nu 60 fps bij een dynamische 4K resolutie. En we gaan kijken hoe het eruit ziet. We hebben de game natuurlijk al gespeeld op PC. En we gaan kijken of we daar verschil in zien. De PC was zeker nog ten opzichte van de last gen versie absoluut de superieure versie. Kijken of we hier grote verschillen te ontdekken zijn. Shield is still getting back on its feet, but we've been able to gather intel on AIM's operations. They haven't missed a beat since San Francisco. Here's where it gets weird. Our sources tell us AIM has been experimenting with cloning technology, new synthoids, and we believe they're exploring potential uses of cosmic energy. And here I hoped cloning would be the weird part. The world still needs the Avengers. Maybe now more than ever. You can count on us. Good. If our intel is right, we're gonna need all the help we can get. I've got some field ops lined up when you're ready. The harm room is back online on the lower deck, so you can train up if you need to. We got a big job ahead of us. Okay, the Avengers Initiative. Ik heb hem natuurlijk al uitgespeeld op PC. Dat is absoluut niet het geval op Xbox Series X. Daar ben ik echt net pas begonnen. Dus we gaan nu gewoon naar de missie toe. Oké, dan kiezen we deze missie. Part 1, reassemble. Wat ik al zei, ik heb het nog niet gespeeld hier op Xbox. En dan gaan we gewoon starten. Eerste missie op Xbox Series X met de Next Gen patch. De laadtijden, die zouden ook drastisch verbeterd zijn bij deze update. Want de laadtijden, zeker op Last Gen, die waren nogal lang. Wauw, dit was heel erg snel. Oké, dit had ik niet verwacht. Op PC is het aanzienlijk langer namelijk. Ik moet zeggen, hè, als je deze game speelt op een OLED scherm bijvoorbeeld, of in ieder geval echt een scherm met goede HDR mogelijkheden, dan ziet de game echt heel erg goed uit. Ik heb hem toen tijdens de E3 heb ik hem op de PlayStation 4 gezien. Daar zag hij er natuurlijk ook al prima uit, maar dit is wel de overtreffende trap meteen. Niet zo heel gek natuurlijk. Thor is wel een van de leukere characters om mee te spelen. Oh, er was er nog eentje. Ik dacht dat ik ze allemaal had. Thor, thanks for the assist. We got civilians trapped behind those barricades. Understood. Stay behind me. Understood. I will deal with them. We got you, Thor. Bam, here we go. Dit is natuurlijk de openingsmissie. En in de openingsmissie ga je aan de slag met een aantal Avengers gelijk, zodat je een beetje kan zien hoe welke Avengers speelt. I'll get Commander Hill on the line. Cap, they picked today for a reason. Agreed, Bruce. I'm staying with the Chimera until we figure out what's going on. En je kan hem dus ook achterom gewoon gooien door te missen. Om vervolgens... Oh, wacht even. Laten we deze man heel even helpen. Om vervolgens terug te roepen en hem alsnog te raken. Dus dat is wel cool gedaan. Ik moet zeggen, wat ik al zei, ik zit natuurlijk de Falcon en de Winter Soldier te kijken. Ik had daar geen hoge verwachtingen van in eerste instantie. Zeker omdat WandaVision echt amazing was. En Falcon en de Winter Soldier er niet heel interessant uitzag tijdens de trailers. Ik moet daar toch een beetje op terugkomen. Ik vind de serie toch echt veel beter dan verwacht. Ja, nou oké, dat is niet zo heel moeilijk wanneer je er niet zoveel van had verwacht. Maar ik vind het toch best wel interessant. Ik vind John Walker vind ik een interessant karakter. Baron Zemo.
goed neergezet. Goede mastermind. Ik ben heel benieuwd wat hij nog gaat brengen. Het enige wat me een beetje tegenstaat zijn de flag smashers. Die zitten er een beetje als excuus, lijken ze er wel bij te zitten. Maar other than that, ja, prima. Falcon valt me ook reuze mee. En de Winter Soldier. De Winter Soldier vind ik juist minder geworden. Waar Falcon toffer is geworden dan in de films, is de Winter Soldier dat juist niet. En is het tegenovergestelde. Kijk. Die shields die kan je kapot rammen met een heavy attack. Wat moeten we nu doen? De game kent verschillende modi. Je hebt natuurlijk de performance mode, de welbekende performance mode. Dat is degene die we nu aan het spelen zijn. Dat is 60 fps met een dynamische 4K resolutie. En je hebt de quality mode. En dat is een native 4K resolutie met hogere grafische settings. Betere textures, noem het allemaal maar op. Alleen, gekapt op 30 fps. En jongens, we zijn in het tijdperk van next gen. Laten we alsjeblieft 30 fps vergeten. Laten we alsjeblieft nooit meer naar 30 fps gaan. Dat kunnen we toch niet meer doen, joh. De Unibeam. Oké, laten we dat doen. Avenger, the convoy is carrying classified shield prototypes. Ik vind Iron Man samen met Captain America en Black Widow vind ik de leukste characters om mee te spelen. Iron Man gewoon, ja, het is Tony Stark, weet je. Wat wil je nog meer weten? En de Tony Stark in deze game heb ze best goed neergezet, hoor. Ik vind zijn humor best wel on point. En los van het feit dat dit niet een hele goede game is, daar moeten we ook gewoon heel eerlijk over zijn. Is het verhaal best wel leuk. Zeker wanneer je een Marvel fan bent. Er komen veel bekende characters voorbij. De main antagonist is natuurlijk MODOK en AIM. En het heeft me toch wel van begin tot eind geboeid. Alleen ze zouden de missies zoveel beter kunnen vormgeven. That ship's not ready for flight. Why is it moving? Someone's initiated the security protocols. The Chimera's autopilot has taken over. You'll need backup. We're heading back. Negative. Secure the bridge. Those weapons can't get into the city. Copy that. You're up, Bruce. Yeah. I'm always angry. Hier komt ie. Wat ik zeg, man. Deze game ziet er echt prachtig uit. Het is gewoon gemaakt voor de next gen. Dat merk je meteen wanneer je deze game op 60 fps speelt. Het is echt een wereld van verschil met de reguliere PlayStation 4 versie bijvoorbeeld. Het kan een reden zijn om hem toch op te pikken. Zeker omdat er nog weinig echte next gen games uit zijn natuurlijk. En je deze al voor een redelijk zacht prijs kan oppikken. Ik geloof dat je er tegenwoordig hem voor 30 euro kan krijgen. 30 euro is hij wel waard, hoor. Full price vind ik het een ander verhaal. Dan zijn er gewoon betere games. Die het meer waard zijn dan dit. Dat is ook gewoon zo. Want hoewel de singleplayer best leuk is, vind ik de multiplayer echt nog steeds een zooitje. Dat is zonde. En ik denk ook dat het echt een grote vergissing is geweest dat ze hier ooit een multiplayer game van hebben gemaakt. Want het is gewoon een beetje een mindless button mashje. Ja, dat kan misschien wel leuk zijn met vrienden één avondje, maar het heeft gewoon niet de appeal van een andere live service game zoals in Destiny. En hier ging ik. Zoals de Destiny bijvoorbeeld.
Deze game is echt nog aan het uitzoeken hoe het live service gedeelte voor hun kan werken. En het voelt alsof ze dat hadden moeten doen voordat de game uit was gekomen. Maar oké. The learning along the way. Dat is kennelijk hoe games tegenwoordig uitkomen. Ze worden gereleased terwijl ze nog niet af zijn. En we'll figure it out along the way. Samen met flinke day one patches natuurlijk. Zonde. Maar wat ik zeg, de game heeft absoluut potentie. En zoals je ziet, vooral deze missie laat zien wat je van een Marvel's Avengers game kan verwachten. Actievol, vette graphics, toffe characters. En over de top combat natuurlijk. En ik zweer het je, alle Avengers zijn goed gedaan hoor. Maar er blijft maar één Marvel game, The Goat. En dat blijft natuurlijk Insomniac Spider-Man. Hey, those weapons were meant for the good guys. Is that supposed to be a joke? Not the time. Get your heads in the game. Cap, what's going on over there? Not sure, Nat. Seems like the reactor's malfunctioning. I'm getting strange readings on the monitors. Like we're being pulled to a heat signal. Je kan al wel gelijk zien, de textures zijn echt heel veel beter, zeg. Die waren echt een blurry mess. Repeat that, Cap. I'm having trouble here. Nat, do you read? Van Captain America. Captain America! Maar dan niet John Walker. En die finishing moves, die blijven altijd wel vet. I think that's gonna stop Captain America. Denk het niet, man. Steve, do you read? Maar zoals je ziet, de combat is niet heel uitdagend of moeilijk. Het is vooral heel erg veel rammen. Waar komt hij in één keer vandaan dan? Uit die deur of zo? Oh, die had ik niet in de gaten. The reactor won't stabilize. The Terrigen's molecular structure is breaking down it into a gas. Something below is feeding energy into the reactor. It's extraordinary. Take it down. All right. Doc, I'll get back to you. This ship can't take much more of this. I'm trying. I. Carlton. Carlton! Avenger, do you read? What's happening out there? Avengers, report! Dat is het ding. Je ziet nu de finishing move. De hele tijd dezelfde. Je kan meerdere finishing moves unlocken. Avengers. If you can hear me, the convoy is transporting a highly lethal sonic disruptor bomb. Our enemies intend to detonate it within the city. We're going down. I repeat, a sonic disruptor bomb. Secure the asset at once. And here is Kamala. Miss Marvel. Sonic bomb? Are you kidding me? Thought the UN outlawed those years ago. Let's have a look, shall we? Now that is an entrance. There is he, the Taskmaster. Taskmaster. Met een jetpack. We need to get that detonator. That bomb goes off, it could liquefy everything within a 10-mile radius. Well, what are we waiting for? Tony, Thor, the cables! I'll handle the freaking detonator.
Romanoff! From one former SHIELD agent to another. Ik zeg Romanoff. Black Widow is een van de leukere characters om mee te spelen. Veel quicktime events dus, dat is en blijft een ding. Maar als het voor dit soort over de top scènes is, fijn toch? Helemaal prima. Al had het voor mij geen quicktime event hoeven te zijn. Laat het dan maar gewoon een cutscene zijn. Ik bedoel, dit kan iedereen. Volgens mij is ook haar haar beter geanimeerd, man. Als een jetpack op probeert te schieten, volgens mij wel, hè? Alright, here we go. Finish it. Oh, did I break your little jetpack? Doesn't matter. I have this. Damn it. Hand it over. Come and get it. Taking your usual notes? What? Now come on. The more I fight, the more you learn, right? It's called photographic reflexes. It's called unoriginal. Ja, nee, die was heel verkeerd getimed. Je hebt namelijk zo'n hookshot die je kan gebruiken, maar... Dat is eigenlijk een dodge dus. Kijk, zo moet ik. Gebruikte ik al, schat. Must be frustrating. Always one step behind. You're after the Chimera, aren't you? What are you gonna do with it? Sell it to the highest bidder? I'm after something much more valuable. What's that? I won't spoil the surprise. Hij verliest de Etta die lok. Ey! Ik dacht dat hij heel erg anders zou landen, joh. Still trying to piece it together? You giving up? Not a chance! Okay, hij verliest de Etta die lok. Your investigation left you. That you're not the brains behind this. And this smells like distraction. I'm done talking. Coward. What's the matter? Don't like surprises? Next time, take better notes. Boom. And down. Guess you saw that coming, huh? You think you've won? What the hell are you talking about?
Look around, Romanoff. The world will remember this day. The day their heroes failed them. What's happening here? The city's collapsing. What's going on? Damn it, they played us. Steve, can you hear me? Get the hell out of there! Beta! Screw this. Dit was Marvel's Avengers. Dit was de next gen patch van Marvel's Avengers. Top. Dit is eigenlijk hoe je de game wil spelen. Ik denk niet dat hij had moeten uitkomen op last generation consoles. Maar ik snap allemaal. Jij snapt het, ik snap het, we snappen het allemaal. Dat die userbase veel te groot is om dat links te laten liggen. Maar zo ziet het er echt fantastisch uit. Het speelt lekker. Het verhaal is cool. Het live service gedeelte moet je naar mijn mening compleet vergeten. Duik gewoon lekker in die Assemble Our Heroes campaign. Duik gewoon lekker in de Hawkeye campaign, de Future Imperfect campaign. Die schijnen allemaal erg tof te zijn. Ik kan het eerste in ieder geval beamen. De Future Imperfect serie, die moet ik nog gaan spelen. Komt vanzelf wel. Eerst even deze game opnieuw uitspelen op Xbox Series X. En dan ga ik, denk ik, verder met mijn character op Xbox in plaats van PC. Simpelweg omdat ik het dan ook gewoon lekker makkelijk in de woonkamer kan spelen. En dat is wel het type game ervoor. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een tof video? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog achter te laten. En wil je meer van dit soort video's zien? Laat dan ook heel even. Abonneer je dan ook op dit kanaal. Dat is wat ik probeer te zeggen. Voor nu, thanks voor het kijken. En check je de volgende keer. Later.